Zie je nou niks aan? Deze benen zit in de weg, deze. Dit is te makkelijk allemaal, dit is te makkelijk. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een gast, mijn zus. En we gaan vandaag de mijn zus maak me op challenge doen. Dus zij gaat mij opmaken. Super spannend. Ben je er benieuwd naar? Ik ben er klaar voor. Ja, ben je er klaar voor? Ik doe dit. Gaan we een look namaken die ik al heb gemaakt. Ik breng die ook zo in beeld. En dan, dan gaan we gewoon beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, mensen, we hebben de look gevonden. Ik breng hem in beeld hier. Dit is de look die ze wil gaan maken. Nou, we gaan dus die look maken. Dus succes ermee. Ik heb al het paletje hier. Ik ga wel vertellen wat ik heb gebruikt en hoe ik het heb gedaan een beetje. Maar voor de rest mag jij gewoon alles doen. Dus spannend. Waar gaan we mee beginnen? Ogen, huid, wenkbrauwen. Ik doe met wenkbrauwen, want ik begin ook altijd met wenkbrauwen. Ik heb er geen verstand van. Je moet vertellen aan hen wat je gebruikt. Oké, dames en heren, ik ga nu haar wenkbrauwen inkleuren met niks. Nee, zeg je gewoon niks. Met niks professional make-up. Niks micro brow pencil in de kleur 6, dat is black. Jullie hebben al door dat ik dit niet vaak doe. Ik heb 4 looks die ik heel mijn leven al doe. Dat is geen make-up, beetje make-up, medium make-up, full glam. 4 looks, meer niet. Dus dit is allemaal nieuw voor mij. Ik gebruik al sinds mijn 15 jaar een wenkbrauwpotloodje van de HEMA. Nooit van afgeweken. Dus denk ik eerst borstelen. Oh, mensen, dit is zo moeilijk. Ik ben het aan het inkleuren. Even anders gewoon gaan zitten. Je moet even weten, ik maak nooit mensen op. Hè. Ik kan even net mezelf opmaken. Ik heb er gevraagd of ze de wenkbrauw zelf wil doen. Maar dat wilden ze niet, want ik moet alles doen. Ja. Weet je wat, we gaan gewoon voor de natuurlijke look. Dan is het niet zo raar dat het een beetje zo eruit ziet. Ik denk niet dat ik het beter kan dan dit. Stap 2. Oké, we gaan eerst primen met de W7 oogschaduwprimer. Doe dat gewoon hierop? Ja, ik wel. Zoals jullie zien ga ik nu haar oog primen. Iets wat ik zelf zelden doe. Oké, dan gaan we beginnen met oogschaduw. Dit is het Juvia's palet, de Masquerade palet. Ik kan het echt nooit uitspreken. Het zijn al deze kleuren. Oké, ik heb dat jou 100 keer zien doen in video's. Ja. Oké, maar even kijken naar de look. Ik ga deze gebruiken. Als transitiekleur. Oké, er zijn ook allemaal vragen gesteld op Instagram en op YouTube. Die gaan we ook beantwoorden. Dus terwijl we dit doen, ga ik die vragen even oplezen. Oké, als je maar 1 make-up product mag gebruiken voor de rest van je leven, wat zou dat zijn? Ik denk dat de meeste mensen nu iets zouden zeggen van een dagcreme of zo. Nee, make-up. Oh. Echt make-up. Al hoort dagcreme niet bij make-up. Nee, dat is skincare. Oh. Oké, als het echt van make-up, dan denk ik dat ik ga voor mascara. Ja, mascara? Ja, anders heb ik van die padoogjes. Of van die blote billenoogjes, zeg ze ook wel eens. Of hamburgeroogjes, dat zeg jij altijd. Ja, dat klopt. Hamburgeroogjes, ja. Hamburgeroogjes. Dus ik denk dat ik voor mascara ga, omdat ik denk dat ogen toch wel het meest uitspringen in je gezicht. En dan die een beetje... En heb je ook een specifieke mascara? Ik heb bijna heel mijn volwassen leven 1 mascara gebruikt. Dat klopt. Want ik ben een gewoontebeestje, of is het gewoontediertje, whatever. In ieder geval, ik koop altijd iets en dat doe ik dan heel tijd nog een keer kopen. En het was Lancôme, drama. Wou niet vanaf afwijken. Ondanks dat mijn zusje al meer dan malen heeft gezegd dat het toch tijd is voor iets nieuws. Ik deed het niet. Maak aan de kwastje van een kleurtje. Tot ik van mijn zusje een mascara kreeg van Clinique. Fit. En ik was verkocht. Dus ik denk 15 jaar heb ik dus nu weer een andere mascara. En die van Clinique. En ik vind het heel fijn. Ik vind sowieso Clinique een heel fijn merk. Oh ja, wat jullie ook niet weten over mij is, ik kan niet goed multitasken. Dus dit is echt een challenge. Make-up is een challenge. En vragen beantwoorden, alles tegelijkertijd. Dus echt een challenge. Ik zou by the way gaan voor nep wimpers. Ook al is dat niet echt make-up of zo. Maar... Oh ja, maar dat is eigenlijk ook pas mascara. Ik zou dat doen. Weten. Ja, want ik heb echt niks aan mascara. Want ik heb geen... Ja. Wimpers. Mensen vroegen ook hoe oud jij bent. Ik ben 34 jaar. Ik ben 24, dus 10 jaar verschil. Ja, ik ben 34 jaar en I'm proud to say it. Ja. Ben je getrouwd, verloofd, single? Ik ben onlangs getrouwd. Heeft Sarah nog iets van gepost volgens mij? Ja. Facebook of zo? Klopt. Ja, dus ik heb een man. Chris. We hebben het erg naar ons zin. Iemand vroeg ook wat wij hebben gedaan op school qua studie. Wij zijn niet echt van school. Ik heb het al wel een keer verteld over mij. Ik heb dus mbo gedaan, juridisch. En toen ben ik hbo gaan doen. Daar wil ik me niet over uitlaten. Nee.
Nee, ik moet zeggen, school was niet mijn sterkste punt. Ik kan me niet heel goed concentreren. Vooral niet op onderwerpen die me niet aanspreken. Alles dus op school? En dat was eigenlijk alles wat op school is, want mijn interesses liggen heel ergens anders. Gelukkig heb ik als volwassene wel gevonden waar mijn interesses liggen. Maar dat was nog niet op zo'n jonge leeftijd. Ik vond het altijd heel bijzonder hoe sommige kinderen dan op 10 jaar al weten wat ze willen worden voor de rest van hun leven. Ik kom daar echt niet bij. Ik wist net hoe ik mijn veters moest strikken. Dus dat was voor mij echt mindblowing. Dus misschien zijn er mensen die dit ook herkennen. Dat je denkt van, ik heb geen flauw idee en ik ben al 20. I know how you feel. Ik ook. Maar het komt goed. Hoor, laat bloeien. Maar wat heb je gedaan qua school? MBO, VMBO? Ik heb MBO gedaan. Volgens mij een stuk op 3-4 opleidingen. Zijn wij soms jaloers op elkaar of vroeger geweest? Nee. Volgens mij totaal perspectief niet. Helemaal niet. En het komt misschien ook omdat we 10 jaar schelen. Ja. Dus je levens zijn heel anders. Ja. Toen ik 20 was, was zij pas 10. Dus je hebt echt een heel ander leven. Dus ik denk dat dat sowieso niet echt te sprake komt als je zoveel van elkaar scheelt qua leeftijd. Nee. Nu inmiddels zijn we wel wat dichter bij elkaar. Omdat ze is inmiddels niet meer 10. En dan, als je dan ouder wordt, dan groei je wel dichter naar elkaar toe. Maar dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Ik denk dat we ieder onze eigen talenten kennen. Ik heb sowieso jaloezie niet echt. Nee. Ook niet bij jou, niet bij anderen. Ik heb dat niet echt. Het maakt ons juist gelukkig, denk ik, om te zien dat de ander gelukkig is. En ik denk dat als je goede familie bent, dat ook gewoon natuurlijk is. En we kennen onze talenten, dat scheelt ook. Jaloezie komt toch vaak voor als één wel zijn talenten kent en de ander nog niet. Dus dat is dan heel spijtig, maar we zijn altijd weer goed in wat we doen. Wat vinden wij het mooiste aan elkaar? Oh, ik vind nou, begin jij maar. Ja, ik vind Sarah's haren heel mooi. Krullen, want ik heb niet zulke krullen. Dus dat vind ik heel mooi, dat het zo mooi vol is. En krulletjes. Ik denk dat ik haar wel heel mooi vind, want het haar ook uniek maakt. Hè? Het is echt Sarah. Ik weet dat ze ook regelmatig stijlhaar heeft. Maar dit is haar natuurlijk haar. En niet iedereen is gezegend met zo'n volle bos haar. Dus ik denk dat ik dat wel een van de mooiste dingen vind, Sarah. Ik vind bij jou mooi, is misschien een beetje raar, maar je huidskleur. Zij is meer getint dan ik. Ik ben niet echt getint. Onze vader is heel bruin. Onze moeke is heel wit. Ja. En ik ben meer richting de wit. En jij bent meer richting de bruin gegaan. Je kunt het ook gewoon nu zien. Ik ben echt iets lichter. Maar het mocht wel iets donkerder zijn. Ja. Maar ik vind het juist altijd moeilijk. Want als ik make-up op doe, heb ik altijd het gevoel dat ik een beetje oranje ben. Omdat ik zo'n medium kleur heb. Ik ben niet licht, ik ben niet donker. Dus ik heb vaak het idee dat ik een beetje oranje aansla als ik make-up op smeer. Maar ja, voor mij mocht het allemaal wel weer iets lichter. Dus laten we kijken naar wat ik hier. Ik ben best trots op mezelf, mensen. Echt waar. Ik vind dat ik goed bezig ben. Oké, ik ga nu voor dat blauwe onder. Op concentratie, mensen. Met een topkast. Iedereen stil. Ze zijn stil. Iedereen stil. Hoi, adem in. Oké, here we go. Ik vind het apart dat je eerst dit doet en dan nog straks kon zien redden. Oh ja, daar had ik niet over nagedacht. Die moest eigenlijk eerst. Mensen, eventjes dat jullie het weten, ze had gelijk. Ik had eerst concealer moeten doen. Ja, eerst concealer en dan pas de blauwe. Dus mocht je deze look na willen doen, volg dan niet mijn instructies. Nee, ik denk dat ik nu maar gewoon jouw concealer en zo. Oh, je wil nou gezicht gaan doen? Ja. Oké, qua gezicht mag jij gewoon bepalen wat je doet. Doe jij concealer onder foundation? Ik doe ze niet op elkaar. Ik doe altijd hier allemaal foundation en dan sla ik dit over en dan doe ik daarna hier concealer. Dus eerst foundation. Ja. Ik zou jullie een tip geven voor het geval er 30-plussers zijn hier. Zijn er 30-plussers? Vast wel. Als er 30-plussers zijn, de reden dat ik het niet op elkaar doe is omdat we hier vaak van die lijntjes hebben. Want het begint naar die 30ste en zo. En anders wordt het te dik en dan zie je ze te goed. Dus daarom doe ik altijd foundation. Gewoon hier. Ga ik jullie zo laten zien. En dan hier maar één laagje concealer. Anders lijkt je ouder. Te veel. Gooi er maar in deze kant in. Wil je een volledige dekking? Volledige dekking. Full force. Wil je een duur of een goedkope foundation? Duur. Er zijn wel alle dure make-up. Duur. I'm cheap, maar ik wil duur. En ik wil het gratis. Dan pakken we de YSL All Hours Foundation. Ik heb hem in de kleur BD40. En dan hier de spons van Queen Tarzi. Iemand vraagt ook of jij nog make-up koopt of dat je alles van mij krijgt. Nou, zoals ik jullie had verteld, ben ik een gewoontebeestje. Dus ik wil altijd alles van een bepaald merk hebben.
En dat is dus niet de merk die Sarah vaak krijgt. Want tegenwoordig, kijk, ik kom uit de jaren 80. Hè? En toen ik opgroeide waren heel andere merken populair dan nu. Dus al die nieuwe merken waar jullie allemaal helemaal dol op zijn, daar heb ik allemaal nooit van gehoord. En ik wil allemaal de Guerlain en de Lancôme en de Clinique. En dat is een beetje alles wat ik ken. Dus die krijgt Sarah niet zoveel. Dus voor nu koop ik het nog steeds zelf. Dus mocht er iemand kijken die bij Kliniek werkt, Guerlain of Lancôme, voel je vrij om mij te sponsoren met wat make-up, dan doe ik dit nog een keer. Wat vind je het leukste en het slechtste karaktereigenschap van mij? Het leukste is dat je altijd vrolijk bent. Altijd, ja, dat klopt. Altijd opgehyped. Ja, dat klopt. Altijd enthousiast en druk. Altijd druk. Altijd druk, altijd enthousiast. Ook gewoon als ik met nieuwe ideeën kom of wat dan ook. Ze is ja, altijd positief. Dus ik denk dat ik dat wel een hele leuke eigenschap vind. Doe ik het. Beat your face! Zo moet dat ook. Je hebt dat gezien in de video. Beating the face! Oké. Dus dat vind ik een hele leuke eigenschap. Wat vind ik geen leuke eigenschap? Sarah kan op het laatste moment van gedachten veranderen. Ja. Al moet ik zeggen dat ik het eigenlijk niet zo vaak heb meegemaakt, maar ik weet dat ze dat wel eens doet, geloof ik. Zeg je goed? Ja. Al heb ik het eigenlijk niet zo heel vaak meegemaakt. Maar ja, ik kan me niet eens herinneren dat ik dat heb meegemaakt, maar ik weet dat je dat wel eens kunt. Ja. Heeft ze wel eens verteld? Ik maak wel eens afspraken met mensen en dan één dag van tevoren of die dag bedenk ik van ja, nee, toch niet. Ja. Dus ja, dat is dan wel iets minder voor die mensen, zeg maar. Nobody's perfect, mensen. Don't judge. Nee. Not a comment below. Don't judge. Wat wil je qua concealer? Mooi licht. Mat. Wil je een matte? Een matte. Een dure ook weer? Duur. Ik heb hier de Urban Decay All Nighter Concealer in de kleur Medium Light Neutral. Oh wow, ik was aan het trekken. Ik was aan het trekken. Het is draaien. Of jij ook zo make-up verslaafd bent als ik. Nee, ik ben niet zo verslaafd aan make-up als Sarah. Maar ik ben wel een meisje. Dus wel vanaf mijn 14e of zo was ik wel bezig met make-upjes altijd. Dus dat wel, maar niet zo... Nee, Sarah koopt echt zoveel make-up. Die zijn zoveel mee bezig. Nee, ik kan niet zeggen dat ik... Zoals jullie ook wel kunnen zien... is dit niet waar ik het beste in ben. Iemand vroeg ook wie het beste opmaakt. Ja, ik natuurlijk. Ja. Wat is er nou voor vraag? Wat dan nou? Wat is er voor vraag? Iemand vroeg ook wat is jouw favoriete eten? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik hou heel erg van eten. Ik hou van heel veel soorten eten. Ik heb kip. Ja, nee, Sarah houdt ook van eten. Ik ook. Waarom van eten? Ik vind roti heel lekker. Ik zeg nu maar roti, maar er is eigenlijk heel veel wat ik lekker vind. Wij zijn, by the way, Marokkaans voor de mensen die nieuw zijn. Nailed it! Deze Ethos Contouren poeder is echt heel goed. In de kleur light medium. Even mama. Ik had het laatst met mijn zusje over make-up en over de app. En toen, stuurde ik naar haar iets over rouge. Nou, ze kwam dus niet meer bij, want blijkbaar zeggen we niet meer rouge. We zeggen tegenwoordig blush. Nou mensen, blush. Ik ken alleen rouge. In mijn was het rouge, dat is Frans, dat betekent volgens mij rood. En that's it. Maar ik heb nu begrepen dat het dus een no-no is om dus rouge te zeggen. Je mag rouge zeggen, is gewoon een beetje oudbollig. Ze lachte me uit, Het is grappig, dan dat leeftijdsverschil, dat merk je dan in die kleine dingetjes. Op naar de blush! Geen bronzer? Ook dat dit bronzer was. Dit is contouren, niet bronzer. Wat doe je dan de bronzer? MAC, give me some. Wat doe je dan? Daar en bij je hoofd. Oké, dit. Iemand vraagt ook, wat vind je ervan dat ik een YouTuber ben? Top! Ik vind het zo leuk. Top. Ik weet dat de Sarah begon. Ja, en dan heb je een paar mensen die dan gaan kijken. Dat is dan al superleuk. Yeah. Maar ik had toen 10 mensen. Yes. Ja, dat was al superleuk. Ik vond het heel leuk. Ik vind het gewoon leuk als Sarah iets doet waar ze gelukkig en blij van wordt. En dat geldt voor alle mensen op de aarde. Het is leuk om te zien dat iemand iets doet waar die gewoon blij van wordt en gelukkig. Wat alleen maar vreugde brengt en verder niks kwaad doet. En ja, dus ik vind het leuk dat ze iets heeft gevonden waar ze zichzelf zo creatief in kan uiten. En nu? Oh ja, blush hè, wilde je dat blush. Nou? Rouge. Rouge. Jullie moeten weten, ze maakt nou een laadje open met iets van
100 blusjes? 100 blusjes die in mijn ogen allemaal dezelfde kleur hebben. Oh, deze. Die hadden we toen ook gebruikt voor mijn wedding look. Moet je even laten zien aan de mensen. Deze vond ik zelf heel mooi. Heb ik voor mijn wedding look gebruikt. Is van Milani Big Blush. Ik wilde hem niet teruggeven. Ze heeft me gedwongen om hem terug te geven. Nee, maar ik vond deze echt heel mooi. Is in de kleur Berry Amour. Iemand vraagt of wij altijd make-up dragen. Ik niet. Ik heb heel vaak niks op. Ik eigenlijk wel. Tenzij ik weet dat niemand me ziet. Ik heb altijd wel iets op. Maar soms op doordeweekse dagen, als ik even naar de supermarkt ga, doe ik wel een heel klein beetje op. Vaak doe ik dan gewoon een beetje concealer, want ik heb heel donkere ooghoeken. En mensen denken echt dat ik dan ziek ben, omdat ze me nooit zo zien. Maar zo zie ik elke ochtend uit. Dus ik doe altijd wel een beetje concealer en een beetje lipbalm op mijn lippen. Dat zeg maar, dat is het minste waar ik mee naar buiten ga. We gaan verder met de ogen. Het gaat zo moeilijk worden. We gaan een winged eyeliner maken. Oh. NYX Matte Liquid Eyeliner, want die vindt ze fijn. En echt een wing, hè. Het moet echt... Ja, moet het echt... Oké, ik weet niet hoe het moet. Oké, dankjewel. Nee, maar je lachen. Oh, ik ben al ziek. Ik kan het niet, mensen. Ik verpest de look. Is goed mooi. Ja, goed zo. Pas gezien is altijd positief. Zie je wat ik zei? Oh ja. Ja. Deze is een stukje dikker geworden. Ja. Oké, ik heb er een bende van gemaakt. Deze is iets heftiger, iets dramatischer. Ja, dat doe ik het gaan noemen. Ja. Oké, even kijken. Deze wordt dik. Oké, twee. Dit lijkt precies op de look die ik heb gemaakt. Het is moeilijker, maar het is ook moeilijker op iemand anders. Ja, dat klopt. Ja, als je het bij jezelf doet, is het natuurlijk een heel stuk makkelijker. Mensen, ik maak mezelf beter op dan dit. Ik heb deze look gemaakt. Deze. Ja. Zie je? Dus niet dat jullie denken van, oh, wat is dit? Loop zij zo over straat elke dag? Nee. Dit is een stuk moeilijker. Ik heb hier de Essence False Lashes Mascara, mijn favoriete mascara. Is spannend. Oh, ik mag niet lachen als ik ga lachen, komt op je gezicht. Oh, je moet zo'n steady hand hebben. Kijk, deze was mijn best. Maakt niet uit. Ja. We kunnen doen alsof dat bij de look hoort en dan daar ook een beetje doen. Nee, als het op droogt, dan kun je het eraf halen. Oh, kijk, dat is nou een goede tip. Want ik smeer het altijd uit terwijl het nat is en dan werd ineens één grote zwarte vlek. Nee, als dit nou zo hier opdroogt, dan pak je zo'n spoelie. Weet je. En dan kun je het er gewoon zo afhalen. Dat is een goede tip. Tip van de dag? Dat is een goede tip. Ik heb het zo vaak gehad voor alles mascara onder doe. En dan krijg ik stipjes en dan pak ik meteen een oordingetje. Nee, niet meteen afhalen. Nee. En dan ga ik daarop en dan krijg ik zo'n zwarte veek. En dan moet ik weer foundation of concealer pakken en weer erop doen. Nee. Nou. Laat het. Kijk. Drogen en dan eraf schrapen. Dit zijn de gouden tips. Echt, hier moet eigenlijk geld voor betaald worden. Wacht, ze krijgt betaald van YouTube. Ik denk echt best goed heb gedaan. Op de eyeliner na. Ja, dat klopt. Ja, op zich het is redelijk, mensen. Oké, nou een beetje de hoekjes wit maken, want... Dit is de binnenste ooghoeken. Want dat heeft zij er toen ook gedaan. Dan gebruik ik deze voor. Ja. Dat is de Giza. Iemand vraagt of wij kinderen willen. Ik ga nu gewoon deze... Nu komt er een verhaal, jongen. Deze video wordt echt 3 kwartier lang. Ik ga nu gewoon, hoe noem je dat, mijn ziel blootleggen aan jullie. Dat ga ik gewoon doen. Al kennen jullie mij nog niet zo goed en ik jullie nog niet zo goed. Maar ik wil dit gewoon met jullie delen. Wellicht zijn er vrouwen die ook dit doormaken. Kan. Ik heb nooit kinderen gewild. Ik vond dat het een rare en enge gedachte dat ik ooit zwanger moet zijn. Dat een kind er ook uit moet komen. It just freaked me out. Dus ik vond het altijd ik vond het zo eng. De gedachte alleen al. Dat ik dacht, nou, weet je wat. Ik sla dat hoofdstuk gewoon over. Laat maar. In het leven. Laat maar. Zo eng vond ik het. Misschien zijn er dames die zich... die dit herkennen. Vast wel. En er waren wel... Wacht, ik ben er niet klaar. Ik kan niet meer opdatken. En er waren soms mensen die dan zeggen tegen mij... van ja, Samira, dan heb je de ware waarschijnlijk nog niet gevonden. En dan denk ik, ja, misschien wel, misschien niet. Wie zal het zeggen? Nobody knows. Maar dan moet ik zeggen dat ze hadden gelijk. Als je inderdaad de ware tegenkomt, dan kun je daarop terugkomen. Hoeft niet, maar kan wel. En nu ik ben getrouwd met een fantastisch geweldige man... De ware. De echt match made in heaven. Zo cliché dit. Het is zo cliché. Maar we zijn een match made in heaven. Echt waar. Dat je daar dan toch anders over gaat nadenken. En dat is bij mij dus ook gebeurd. Dus Want hij wil wel kinderen. Ja, hij wil wel kinderen. Of kind of kinderen.
De meeste nog steeds willen natuurlijk wel kinderen. Ja, en ik ben gewoon zo gelukkig nu in mijn leven. Dat het gewoon heel anders tegenaan ben gaan kijken. Dus nu wil ik het wel. Dan sta ik er wel en voor. En hoeveel? Wat zou je willen? 1, 5? Nee, geen 5. Ik ben natuurlijk 34. 2. Dus is vrij aan de late kant voor kinderen. Hè? Al kun je, heb je, het is niet te laat. Maar, hè? Maar om nu nog 5 kinderen te nemen? Nee, want dan ben ik, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik, waarschijnlijk 1... Ik vind 2. Ja, wie zal het zeggen dat het ooit 2 worden? Vaak weet je dat pas na de eerste. Maar in ieder geval, ik sta open voor 1. God willing. Oké. Okay. Ik wil ook kinderen ooit. Als ik iemand ontmoet. Ooit. Gaan we onze wagen aan nep wimpers? Ga jij je wagen aan dat ik nep wimpers opdoe bij jou? Nee, ik kan zelf doen. Geen nep wimpers We gaan het gewoon op, doen. Hè? Ik heb ze ook vandaag gedaan. Ja, ik heb mezelf thuis helemaal opgemaakt. Ik ben hierheen gereden met mijn nep wimpertjes. En die heeft zij voor mij op moeten doen. Ik kan het niet. AliExpress 3D wimpers, my face. Okay. Lekker lang. Lekker dramatisch. Oké, okay, we gaan lijn. Okay. Studio lijn, de zwarte, niet de witte. De witte vind ik niet fijn. Gebruiken wij elkaars make-up? Ja, ik heb dus echt super veel make-up. Dus ik heb gewoon altijd mijn make-up. Maar ja, we wonen niet in één huis of zo. Dus, ja. Als ik hier zou wonen, absolutely yes. Verschillen wij veel qua karakter? Wel en nee. Ja, ja en nee. Wel en nee. Ja, ja, nee, klopt. Qua druk en rustig wel. Ja. Ik ben heel druk, vrolijk, blij, heftig, dit, dat. En jij bent meer iets meer kalm. Ik ben een rustige, diepe nadenker. Oh, ben jij wel nou iets drukker en iets meer... Ja, we zijn een beetje een mix. Ja. Oh, en qua uiterlijk, ja. Ja, nee. Ja, krullen, stijl, dik, dun. Grootste irritatie van elkaar. Zij praat heel de tijd door me heen. Zij gaat door iedereen heen. Je kunt geen verhaal doen dat zij er niet in springt. Ja. Ik ben altijd heel enthousiast. Ik heb veel te vertellen. Ik ben altijd zo geweest. Hè. Ik had op de basisschool al een hoe noem je dat? Zo'n verslag ding. Daar stond ik op. Samira praat te veel. Hij leidt anderen af in de klas. Oh, wat vinden wij ervan dat we een pleegzusje hebben? Leuk. Leuk. Dat is leuk. Ze is ook heel leuk. Wij hebben meer pleegkinderen gehad in huis. Ja. Maar ja, ze gaan en ze komen, want het is geen adoptie, dus het is niet dat ze altijd blijven. Maar Siham is wel eentje die gewoon zou blijven altijd al en die is er ook nog in. Het is gewoon echt een zusje geworden. Ja, ze is gewoon ons zusje. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Nee, nee. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Volgende. Beter, ja. Ja. Ik moet zeggen, dit is het enige wat makkelijker is op iemand anders dan op jezelf. Ja. Tenminste, vanuit mijn perspectief. Kijk, ben ik nu klaar. Die lippen. En highlighter. Ah, highlighter. Huda Beauty 3D Highlight Palette. Oh, mooi. Die ga ik gebruiken. Oké, dan gaan we nu over naar de lippen. Dit is de Nabla Liquid Lipstick in de kleur Blair. En daar gebruik ik bij de NYX Lip Liner Crayon à la Fraise. Meuf. In de kleur? Meuf. Mauve. Mauve. Vind je dit makkelijk om te doen? Ja, het gaat wel. Ik besef me dat ik dit potloodje wilde hebben. Ik had het in mijn telefoon gezet. Je mag mij hebben. Hoi jullie daar mensen! Ze zegt toevallig nou hier dat ze hem wilde hebben. Maar het is echt hè. Ik had namelijk gezien in een of andere video bij een meisje met mijn huidskleur. En toen zei ze dus dat dit een van haar favorieten was. Oké, hij is niet helemaal dezelfde kleur als het lijntje die ik heb uitgekozen. Dat maakt niet uit. Maar je moet ze ook gewoon een beetje mengen zo. Een beetje zo, ja. Wat vinden jullie ervan? Ik heb echt mijn best gedaan. Oké, mensen, dit was dan de look. Ik vind voor de allereerste keer dat ik met iemand anders een look heb gedaan. Ik heb wel eens vriendinnen opgemaakt, way back. Maar dat was een heel andere experience. Ik vind het best goed, behalve die wing. Die wing is echt, Het was moeilijk, mensen. Het was echt. Ik had dan eigenlijk echt moeten gaan staan en echt helemaal zo voor haar gaan zitten. Maar dan hadden jullie naar mijn rug gekeken, dus. Dus ik ben gewoon even excuses. Daarom is het dus niet gelukt. En daarom is het dus niet gelukt. Vond je ervan? Jouw debuut hier op YouTube? Ik vond het gezellig. Ik vond het leuk. Ik vond dit moeilijker dan gedacht. Ik wist wel dat ik het moeilijk zou vinden. Maar toen ik het ging doen, besefte ik dat het echt moeilijk is om iemand anders op te maken.
Dan weten we dat ook weer. Laat me weten wat jullie hiervan hebben geleerd. Geef een like. Of het je aan het denken heeft gezet. Of je nu anders tegen het leven aankijkt. Ja, snap je? Dit zijn... En we ronden de video af. Dit was het dan. Ik zal hier ook twee video's in beeld brengen die je ook kunt gaan bekijken. Want ja, ze moeten wel op mijn kanaal blijven. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan op de knop hier onder deze video. En ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dan ben ik weer alleen. Veel plezier. Doei. Doei. En een kus. Ja, goed. Ja, bijna.